volgende nieuwe speler bij DVS en voor de camera van DVS TV, dat is... Stan Beunen uit Leusden, 21 jaar oud en geboren in Amerika. En op 2-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Mooi. En waar in Amerika geboren? In Chicago ben ik geboren. Ja? Bij de Bulls? Ja, niet daar. Ik weet eigenlijk gewoon bij Indianapolis, bij Chicago. Oké. Hartstikke mooi. Ja. Hey, dus je bent internationale speler. Ja, ik heb ook een Amerikaans paspoort. Dus, Oké, goed. Hey, Stan, je bent begonnen met voetballen bij? Roda 46 in Leusden, amateurclub. Ja, en die heeft altijd goede jeugd, hè? Ja, die heeft een goede jeugd. Ook vaak tegen DVS gespeeld. En het is een goede jeugd. Heb jij zelf ook nog tegen DVS gespeeld toen je bij 19 zat en zo? Dat eigenlijk bij SME Vogels weer. Ja. Alleen vroeger wel tegen DVS gespeeld in de C'tjes en zo. Oké. Je bent op een gegeven moment van Roda naar IJsselmeervogels gegaan. Ja, klopt. Ja. Hoeveel jaar heb je daar gespeeld? Een half jaar volgens mij onder 19. Toen ging ik naar het eerste. Toen heb ik 1 jaar in het eerste gespeeld en toen ging ik naar FC Twente. Ja, Heracles FC Twente. Hè? Ja. Daar onder de 23 of zo, de 21. Jong. Jong Twente en Heracles. Mooi. Veel geleerd daar ook, of niet? Ja. Mentaal vooral veel geleerd. Ja? Voetballend was het gewoon eigenlijk al, ik kon er wel veel, maar mentaal heb ik heel veel geleerd. Mooi. Hey, hoe is het conditioneel met je? Ja, het ging goed. Alleen nu helaas blessure. Ja? Dus, toch, lichte blessure, hopelijk. Ja, door de wedstrijd tegen Spakenburg. Dat is wel heel jammer, hè? Dat is zeker jammer. Dat wil je niet in de voorbereiding nee, natuurlijk, dat hè? Zeker niet. Zeker. Heb je het naar je zin tot nog toe? Ja, eigenlijk heeft het me wel verrast. Ik kom naar een derde divisie club en DVS is een hele mooie club. Dus ik wist wel gelijk dat ik hierheen wilde. Maar ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten. Want ik ging voor elke dag training naar 3 keer trainen in de week. Maar het is een heel leuk team. Leuke trainers. Dus, lekker tiki-taki, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. En een mooi resultaat tegen Spakenburg ook. Ja, zeker. Mooi. 3-2. Dat was prachtig. Ja. Hey, wat zijn je sterke kanten? Mijn kwaliteiten zijn snelheid. 1-op-1. Mijn schot is eigenlijk wel goed. Passeerbewegingen. En ik heb veel diepte in mijn spel. Ja. Je bent nog net iets te bescheiden geweest, de oefenwedstrijden. Vind je dat zelf ook? Ja, ik denk dat het meer te maken had met fitheid. Ja. En, maar jullie gaan zeker dit seizoen van me genieten. Dus, Als je fit bent, dan gaan we dus echt genieten van je. Hè? Want je hebt natuurlijk een concurrent daar op links. Ja. En Benjamin Roemeel. Ja, klopt. Die kan wel aardig potje voetballen. Ik kan ook goed voetballen, ja. Maar ik vond de combinatie, jij helemaal op links en Benjamin iets daarachter. Mm-hmm. Dat vond ik ook wel een leuke combinatie. Ja, dat was ook een leuke. Ja, ja zeker. Ja. Er zijn genoeg mogelijkheden. Hey, we wensen je namens DVS TV en alle supporters een fantastisch jaar. Ja, dank u wel. Dit jaar. Oké, Stan, bedankt.